Vandaag heeft Jacqueline een afspraak in Amsterdam bij de tandenkliniek. Ze wil heel graag iets aan haar gebit laten veranderen. Ik ben niet tevreden over mijn tanden, want ik vind ze zelf eigenlijk iets te klein. En ik heb het idee dat er te veel ruimte zit tussen mijn tanden. Allereerst is er een uitvoerig gesprek met Jacqueline om exact te weten wat ze wil. Daarna wordt begonnen met een uitgebreid onderzoek in haar mond. Als een patiënt binnenkomt met een specifieke vraag, dan gaan we eerst grondig onderzoek doen. Om te kijken of er bijvoorbeeld ontstekingen zijn, of er tanden zijn afgebroken of afgesleten. En belangrijk is ook om te kijken naar de verhouding tussen de bovenkaak en de onderkaak en hoe dat functioneert. De gegevens en de röntgenfoto's worden goed bestudeerd om vervolgens de aandacht te richten op de esthetiek van het gebit. Dan gaan we foto's maken om goed te analyseren hoe het gebit er nu uitziet. Op basis van die foto's, dat zijn portretten en close-ups, wordt een ontwerpje gemaakt. Dat ontwerp passen we in de mond. Dat is een hele korte behandeling. Maar dat maakt heel mooi zichtbaar hoe het eindresultaat kan gaan worden. Daar maken we ook weer foto's van. En door de beginfoto's en de eindfoto's naast elkaar te hebben, zie je heel mooi het verschil. En kan de patiënt goed beoordelen of die de behandeling wel of niet zou willen. Het resultaat wordt met Jacqueline besproken. Dat was een complete portret aan foto's. Die heeft ze mij ook toegemaild. Heb ik thuis even kunnen bekijken, ook na een paar dagen. Om te kijken van, goh, wat vind ik er nou eigenlijk van? En dat is voor mij wel een reden geweest van, nou, ik weet waar ik aan toe ben als ik dit dus ga doen. En uiteindelijk is er een behandelplan geschreven. Er wordt dus minimaal voor mijn tanden afgeslepen. En dat is voor mij de reden om te zeggen, oké, nou, dit wil ik wel gaan doen. We gaan in totaal 8 facings bij jou maken. Wat we hebben besproken is dat er zo min mogelijk tot niet wordt geslepen aan jouw tanden. De bedoeling is om zo min mogelijk van de eigen tanden af te slijpen. Dit is mogelijk door gebruik van geavanceerde technieken waarbij porseleinen schildjes, facings, worden gebruikt die flinterdun zijn. Dit is een hele mooie techniek, maar zolang die schildjes niet vastzitten in de mond, zijn ze erg kwetsbaar. Daarom moet er heel precies worden gewerkt. En om zo secuur te werken, worden in de tandenkliniek alle behandelingen onder de microscoop uitgevoerd. Deze kan tot 30 maal vergroten en hierdoor is het resultaat zeer nauwkeurig. Als de facings in de mond zijn gepast, worden ze per tand vastgelijmd. En als ze eenmaal vastzitten, zijn ze zo sterk als de natuurlijke tand. Het resultaat mag er zijn en zal jaren meegaan. Wauw! Het is nog mooier dan wat ik had verwacht. Als ik eerlijk mag zijn, ik had niet verwacht dat het zo natuurlijk aan zou gaan voelen. Ik ben er ook direct aan gewend. Het is glad en vooral ook mooi. Ik ben tevreden. En het resultaat mag gezien worden, toch?